Ik vertrek gaat XL. Twee gezelschappen jagen een gedeelde droom na. Salut. En starten een onderneming in het buitenland. Samenwerking is de kracht. Tak, tak. En riolering dan? Wanneer komt dat erin? Ja. Deze plant moet straks nog weg. Die lamp gooi je ook weg. Wie is er dan de baas? Er is geen begin aan. We hebben een ongeschreven contract. Oscar, ben je kwaad? Water en elektra moeten komen. Oh. Zes afleveringen lang volgen we het wel en wee van deze vrienden in Italië. We gaan Wim gewoon aansturen. Wij liepen naar boven gisteren, schrokken we echt wel. Je moet er een beetje doorheen kijken, zeggen ze altijd. En op Bonaire de avonturen van dit bonte gezelschap. Het is geregeld, het is geregeld. Niks is er geregeld. Ja, het is een beetje een berghokje hier. In principe hadden we al verder kunnen zijn, maar goed, dat is even een afwachting van de bank nou. Hoe lang denk je dat het nog duurt voordat de bouw af is? De scheet van. Het dak is aan het schuiven. Er zijn al 2 of 3 balken gebroken. We hadden een plan. Het is gewoon 1 groot fiasco. We verkopen die rotzooi en we gaan terug naar Nederland. Bijna 3 jaar zijn we ermee bezig. Het hele leven komt voorbij. Dit is La Dolce Vita. Gewoon niet zeuren, samen eten. In grote vreugde en intens verdriet. Het is niet te bevatten, het is absoluut niet te bevatten. Ik vertrek XL. Vanaf 27 augustus bij AVRO Tros op NPO 1.